wat is voor u de perfecte burgemeester? Oei. wat moet volgens u een burgemeester doen en kunnen? Ja, een burgemeester die moet eigenlijk... Ja, dat is de beroemde schaap met vijf poten. En als je een profielschets, welke dan ook, leest, denk je, wie durft erop te solliciteren? Ja, ik heb die euvele moed gehad. Niet omdat ik denk dat ik het ben, maar dat ik wel het gevoel heb bij wat het zou moeten zijn ongeveer. En dan je vraag, ja, dat gaat toch over verbinden. Er zijn voor iedereen, zonder onderscheid, en dat iedereen ook iets in je kan herkennen. En een beetje de trots van de stad, nou ja, daar hoef je in Maastricht natuurlijk niet veel voor te doen, maar iets van die trots van de stad kan uitstralen als hun burgemeester. Wim Hillenaar is vanaf 1 juli onze nieuwe burgemeester. De reden dat Hillenaar in Maastricht gesolliciteerd heeft, is volgens hem simpel. Ik ben door heel veel mensen gefeliciteerd en ik zag dan van die vrolijke pretoogjes als ze me feliciteerden. En eigenlijk zit daar misschien met het antwoord. Iedereen wordt blij van Maastricht. Ik durf nu zeker te zeggen, de mooiste stad van Nederland. Ja. Maar het is een stad waar ik altijd heel blij van werd en word. Ja. En niet onbelangrijk, het is Maastricht. Ik ben een kind van de Maas. Ik heb eigenlijk mijn hele leven aan de Maas gewoond of gewerkt en geleefd. En hier komt die Nederland binnen. Dit is de Maasstad. Een van de belangrijke thema's op dit moment is ondermijnende criminaliteit. Ook in Kuik, de oude gemeente van Hillenaar, was dit een belangrijk onderwerp dat hij ook hier in Maastricht moet gaan oppakken. Nou ja, we hebben denk ik afgelopen jaren, dat geldt voor veel gemeentes, in ieder geval in het zuiden van Nederland, hele stappen gezet als het over ondermijning gaat. Dat is niet alleen iets van justitie of van de politie, daar moet de gemeente meedoen. Door de hele organisatie, gemeentelijke organisatie. Als jij je paspoort haalt, zelfs die procedure heeft betekenis voor hoe je ondermijning aanpakt. Want als dat te makkelijk gaat en daar fraude mogelijk is, dan ligt die identiteitsfraude op de loer. Dus op alle fronten moet de gemeente daar zijn steentje aan bijdragen. En dat hebben we wel volgens mij geleerd de afgelopen jaren. En dat wil ik met volle kracht voortzetten. Een van de belangrijke thema's voor Maastrichtenaren was dat de burgemeester Anne van Us moest zijn. Hillenaar is dat niet. Ja, hoe ga ik harten veroveren? Dat moet een beetje vanzelf gaan. Maar de burgemeester heeft een soort megafoon. Die kan zeg maar heel veel voor mensen betekenen door ze te zien, door ze aan te spreken. En dat is vaak wel wat mensen ook willen. Ja.